Weet u door mij, Satan, ga uit van dit kind. Jullie en keer daar niet meer in terug. Verberg u niet langer in hem, heb geen invloed meer op hem, niet bij dag, nog bij nacht. Ga terug naar de onderwereld tot aan de grote dag van het oordeel dat reeds begint aan te breken. Heb angst voor God die zit op de cherubimen die de diepte van het heelal doorschouwt. Ga uit en trek weg van deze met het kruis gezegende, hier gekozen strijd van Christus onze God, dat bezweer ik u door hem die gedragen wordt op de vleugels van de wind, die stormen maakt tot zijn engelen en het land natuurlijk tot zijn dienaren. Ga uit van dit schepsel samen met al uw engelen, want verheerlijkt is de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer Sabaoth, God van Israël, gij die alle ziekten en gebreken geneest, zie neer op uw dienaar Julian, door volgens zijn onderzoek en breid de onreine geest en reinig het werk van uw handen, maak gebruik van uw alles overheersende macht, en doe hem zegevieren over het boze in zichzelf en over de slechte geesten, schenk hem uw genade om in gewijd te worden, en uw onsterfelijke hemische mysterie, doet zat in de lof mogen opzenden van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eeuwig zijn de Heer, Heerser, Heer die mens geformeerd hebt naar wie koning in gelijkenis. Je hebt hem in nederlijk aanleg voor het eeuwig leven. Ook toen de mens in zonde gevallen was, je hebt niet versmaakt. Maar door de menswording van uw Christus hebt aan de wereld verlossing gebracht. Verlos nu ook dit schepsel uit de slavernij van de vijand. Neem jullie aan op in uw hemels koninkrijk. Open de ogen van zijn verstand, opdat erin mogen opgaan het licht van uw evangelie. Geef hem ons met gezag van zijn levensweg uw stralende engel, om hem te ontrukken aan alle hinderlagen van de boze. Maak hem tot een deel van de heilige kudde van uw Christus, tot een kostbaar lid van uw mystiek lichaam, tot kind van het licht, tot erfgenaam van uw koninkrijk. Doe hem leven volgens uw geboden om het zegen ongeschonden te bewaren, en het bruiloftskleed onbevlekt en daardoor deel te krijgen aan de zaligheid der heiligen in uw koninkrijk. Door de genade, de barmhartigheid, de menslievendheid van uw enige geboden zoon, met wie gij gezegend zijt, evenals uw algeheilgoed en even smakende geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Van Barnet. Wacht je maar. Ja. Verzaagt gij de Satan en al zijn werken, al zijn geest en al zijn krachten en al zijn diensten? Ik verzaag. Ik verzaag. Oké. Hebt gij de boze verzaagd? Ik heb hem verzaagd. Ik heb hem verzaagd. Ik heb hem verzaagd. Ik heb hem verzaagd. Zeer goed. Blaas en spuur hem uit. Sluit gij u bij Christus aan. Ik wil mij bij hem aansluiten. Ik wil bij mij bij hem aansluiten. Ik wil mij bij hem aansluiten. Hebt gij u bij Christus aangesloten? Ik heb mij bij hem aangesloten. Ik heb mij bij hem aangesloten. Gelooft gij dus in hem? Ik geloof in hem, als mijn koning, en God. Вярвам в един Бог, Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо и в един Господ, Исус Христос, Сина Божий, Еднородния, който е роден от Отца преди всички векове. Светлина и светлина, Бог, истинен от Бог, истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когато всичко останало, който заради нас, човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и въплати от Светия Дух и Дева Мария и стана човек. И бе разпан за нас при Пилат Понтийски и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието. И влезе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви от Царството му. Не ще има край. И във Светия Дух Господа, животворящия, който от Отца изхожда комуто, се покланяме и го славим неравно с Отца
и Сина, и който е говорил чрез пророците от една света, Вселенска и Апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Амин. Heb je u bij Christus aangesloten? Ik heb mij bij hem aangesloten. Ik heb mij bij hem aangesloten. Aangesloten. Ja, oké. Okay. En dan werp u dan voor hem neder. Christos voskres, smertig smecht uw smet popraf, isushing voor grobjegje vol daarover. Gezegend zijn onze God, die wil dat alle mensen verlost worden en tot de waarheid komen. Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat onze Heer bidden, Kyrie eleison. Meester Heer onze God en meester voor uw dienaar Julian tot de heilige verlichting. Schenk hem de genade van de heilige doop. Ontdoe hem van de oude mens, vernieuw hem tot het eeuwig leven. Vervul hem met de kracht van uw heilige geest. Doe hem één worden met uw Christus, zodat het geen kind meer is van het vlees, maar een kind van uw koninkrijk. Door het welbehagen van uw enige geboren zoon, met wie gij gezegend zijt, met uw algeheel goed en levendmakende geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Трябва да питам коя марка са микрофона тя. Юли? Кажи така. Dat dit water de kracht mogen hebben om alle lagen van de zichtbare en onzichtbare vijanden te verlossen en te verdrijven binnen wij de Geest. Of dat je in dit water gedoopt mogen worden, deel krijgen aan het onvergankelijk koninkrijk binnen wij de Geest.
Voor Julian die nu komt tot de heilige verlichting en voor zijn heil binnen wijde geest. Al dat Julian mogen worden kind van het licht en afgenaam van de eeuwige goederen binnen wijde geest. Al dat hij wilde ingeplant in de gemeenschap met de dood en de opstanding in deze zonde God binnen wijde geest. Al dat hij het kreeg van de dood en het onderpand van de geest om de plek mogen bewaren tot de dag van de wederkomst van Christus onze God binnen wijde geest. Als dat dit water mogen worden, het bad van de leven geboogd, de vergeving der zonden, kleed van onbederfelijkheid binnen wij de Geest. Als dat tot de Heer de stem van ons smeken mogen verhogen, naar ons binnen tot de Geest. Om bevrijding van deze dopelingen van ons uit alle verdrukking, toon, gevaar en nood binnen wij de Geest. Help en red ons, wees barmhartig en bescherm ons, o God, door uw genade. Omdat gij van de zonden ook gezegend wordt, heer de Koningin. Gods voer en altijd maakt met uw zorgheden gedenken. We willen aan Christus God ons uit elkaar en geheel ons leven aan. Ga nu, o Heer, barmhartig en genadige God, die de harten en nieren van de mensen doorgrondt en die alle geheimen van de mensen kent, omdat voor u niets verborgen is, daar alles voor u open ligt. Gij weet wat in mij leeft, verafschuw mij niet en wend uw aangezicht niet van mij af, doch vergeef mij mijn zonden. Overtreding, ongerechtigheden en het uur van het grote mysterie. Meester, alleen goede vriend van de mensen, zendt u mij uw kracht uit een hoge en sterk mij voor het dienstwerk van dit groot en hemels mysterie. En doe uw Christus gestalte aannemen in deze dopeling. Bouw Julian op de grondslag van uw apostelen en profeten en hem als rank aan de wijnstok van de waarheid in uw heilige katholieke en apostolische kerk. Doe Julian steeds toenemen in levend geloof, opdat ook door hem verheerlijk mogen worden uw alheilige naam, van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Laat onze Heer bidden. Groot zit Gij, o Heer, en wonderbaar zijn uw werken, geen woorden zijn in staat uw wonderen te bezingen, maar door uw wil hebt Gij het heelal uit het niets tot het zijn gebracht, door de macht uit de schepping stand, door uw voorzienigheid regeert Gij de wereld. Uit enkele elementen hebt gij heel de rijkdom van de dingen gevormd, en met de seizoenen toont gij de krans van het jaar. Maar gij, de onbegrijpelijke, beginloze God, zijt op de aarde gekomen, en gij hebt de mensen knechtsgestalte aangenomen om mens te worden onder de mensen, want in uw onmetelijke barmhartigheid wilde gij niet toezien hoe het geslacht der mensen door de duivel in slavernij werd gebracht, en daarom zijt gij zelf gekomen om ons te verlossen. Wij beleiden deze genade, wij verkondigen die barmhartigheid, wij openbaren deze weldaad. Want gij hebt het menselijk geslacht de verlossing gebracht. Gij zijt geboren uit de macht en heel de schepping looft u die verschenen zijt. Als God zijt gij op aarde gekomen om te leven onder de mensen. Vanuit de hemel hebt uw heilige geest neerbezonnen over de Jordaan. Om de stroom te heiligen en de koppen van de draak te verpletteren. Gij zelf wel menslievende koning. Kom nu door uw heilige geest en heilig dit water. En verleen het de gave van de verlossing van de zegen van de Jordaan. Maak het tot bron van de onbederfelijkheid, tot geschenk van heiliging, tot reiniging van zonden, tot genezing van ziekten. Vervul het met de kracht van de engelen, want uw wonderbare heerlijke en de vijand verschrikkende naam, o Heer, heb ik daarover afgeroepen. Mogen door dit kruisteken verpletterd worden alle vijandige krachten. Mogen door dit kruisteken verpletterd worden alle vijandige krachten. Mogen door dit kruisteken verpletterd worden alle vijandige krachten. Nu moet ik jullie gaan uitkleden. Wat is dat, blijkt jou? Daar. Dat is hier. Volledig in zijn blootje in een handdoek terug. Ik pas dat gewoon weten wat voor kerp het is. Ja, dat is wel een dreigje te maken. Nee, 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 n
Een duif gezonden met een olijfstak. Mama. Als in een beeld van verzoening en redding uit de zondvloed, daardoor heb je voor afgebeeld. Het mysterie van de genade dat je gewonnen hebt aan de vrucht van de olijfboom om je heilige mysterie te vervullen. Zegen ook deze olie met de kracht en de werkzaamheid van de Heilige Geest. Maak deze olie tot balsen van onbederfelijkheid, tot het water van gerechtigheid, tot genezing van ziel en lichaam, tot afweer van de inwerking van de duivel en tot bevrijding van alle kracht van hen die ermee worden gezalfd. Tot een van u en van uw enige geboren zoon en in al geheel en levendmakende geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat ons aandachtig zijn. Alleluia. 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 Geloofd zij God die heilige.